Vraagt u zich ook af wat er met alle afgedankte elektroapparaten gebeurt die Recupel inzamelt? Laten we samen een kijkje nemen achter de schermen. Recupel haalt via elektrowinkels, hergebruikcentra en containerparken afgedankte apparaten op, zoals koelkasten, computers, tv's, gsm's en boormachines, en brengt ze na een selectie op hergebruik via overslagstations naar een verwerkingsbedrijf. De herbruikbare toestellen daarentegen worden naar de hergebruikcentra gebracht. De afgedankte apparaten worden definitief afgevoerd volgens hun aard, of wat we fractie noemen. Eerst worden de apparaten manueel gedepollueerd. Dat wil zeggen dat ze ontdaan worden van gevaarlijke stoffen. Koelkasten en diepvriezers kunnen freongas of CFK's bevatten. Olie en gas worden uit de compressor gehaald, gescheiden en opgevangen. Dit belet dat CFK-gas het gat in de ozonlaag en het broeikaseffect vergroot. Condensatoren worden uit wasmachines verwijderd. Er zit olie in die PCB's kan bevatten. Als ze in het grondwater terechtkomen, vergiftigen ze de dieren en vormen ze een gevaar voor de volksgezondheid. Tal van elektroapparaten werken op batterijen die cadmium bevatten. Cadmium is zwaar vervuilend als het in de grond terechtkomt, want het vervuilt de planten die door dieren gegeten worden, die op hun beurt in de consumptie terechtkomen. De beeldbuizen worden uit tv-toestellen en monitoren gehaald. Ze bevatten lood- en bariumglas en een lichtgevend metaalpoeder. Het is gevaarlijk afval dat als dusdanig moet behandeld worden. De laatste stap in de manuele behandeling is het verwijderen van onderdelen die edele metalen bevatten, zoals goud, zilver en titanium. In dit stadium leveren ze meer zuivere nieuwe grondstoffen op. De apparaten worden nu verder machinaal verwerkt en uitgesorteerd. De ontmantelde apparaten worden in een soort reuzenmixer of shredder verkleind. Daarna volgen ze, afhankelijk van hun aard, een bepaalde stroom. Krachtige magneten onttrekken ferrometalen zoals ijzer en staal aan de onderdelen. Deze metaaldeeltjes kunnen onmiddellijk opnieuw ingezet worden als nieuwe grondstof. Via elektrische stroom worden magnetische velden opgewekt die non-ferrometalen zoals aluminium scheiden van andere zoals kunststoffen. De luchtstroomtechniek scheidt de lichtere materialen van de zwaardere en zuigt het stof af. Verschillende soorten watertafels laten zwaarder materiaal zoals glas zinken en lichter zoals plastic drijven. Alle gerecupereerde materialen zijn nu klaar om als nieuwe grondstoffen herbruikt te worden. Het is bijvoorbeeld interessanter om minimale hoeveelheden goud uit elektroafval te recupereren dan het goud uit mijnen op te delven. Zo is 1 ton gsm's goed voor 300 gram goud, terwijl 1 ton gedolven gouderts slechts 3 gram goud oplevert. De materialenkringloop wordt gesloten door het aanwenden van de herwonnen grondstoffen in nieuwe producten, materialen en energie. Recupel. Recycleer mee voor een mooiere wereld.